je weer kijkt naar deze extra video vandaag. Ik had echt super veel zin om deze video op te nemen. Het is ook best wel een beetje spontaan. Maar ik ga dus straks foto's maken met Rosa. En ik dacht misschien is het wel leuk om te laten zien hoe ik me daarvoor klaarmaak. Dus een soort get ready with me. Ik zit hier op een plek waar ik nog nooit eerder een video heb opgenomen. Dus ik hoop dat jullie het een beetje een leuke plek vinden. En laten we maar gewoon beginnen. Ik zie er nog niet al te best uit. Mijn haar die had ik dus gisteravond gekruld. Maar dat is er door het slapen uit. Zo ga ik zo meteen ook doen. Maar ik ga beginnen met mijn make-up. Waar ik er vragen naar te krijgen. Mijn trui is van Alex de Label. En mijn kettingjes. De bovenste is van Lot. En de onderste is van Bynoe. Mijn dagcrème die heb ik al opgedaan. Ik gebruik deze dagcrème van Babor. Vind ik heel erg chill. Dus de Vitalizing Cream. Die heb ik al een half uur geleden of zo opgedaan. Zodat hij een beetje kon intrekken. Dan ga ik beginnen met dit product van Babyliss. En dit is dus voor je poriën. Je kan het ook wel een beetje zien als een primer volgens mij. Maar ik gebruik het niet over heel mijn gezicht. Ik doe het altijd gewoon alleen een beetje op mijn neus. En hier en op mijn kin. En dat is, bij mijn neus smeer ik het dan nog een beetje uit hier naartoe. Zo. Dan ga ik beginnen met de foundation. Dit is de foundation die ik gebruik van MAC, de Face & Body Foundation. En ik heb hem in de kleur C3. En wat ik altijd doe, is ik doe een beetje van de foundation op mijn hand eerst. Ik pak nooit te veel, je kan altijd beter bijpakken, maar het is zonder dat je straks iets moet weggooien. Ik ga even mijn haar vastdoen, want dit is natuurlijk weer reet in de tand. Oh, nu moet ik mijn haar dus vastdoen met al foundation op mijn hand. Oké, beter. Ik ben zo niet gewend om deze video's op te nemen. Oké. Wat ik dus dan doe is ik pak een foundation kwast. En daarmee ga ik het eerst aanbrengen op de plekken waar ik de foundation wil hebben. En nog niet zeg maar helemaal mooi uitsmeren. Maar gewoon ja, waar ik het wil hebben daar ga ik het gewoon plaatsen. Oké, dat mag nog wel wat meer. In dagelijks leven of zo draag ik verder eigenlijk geen foundation. Maar voor foto's vind ik het altijd wel heel erg mooi. Omdat je basis dan gewoon heel clean is en zo. En dan kan je ook mooi contouren en highlighten en dingen. Dus ja, voor foto's vind ik het wel leuk. Ik doe het trouwens niet op heel mijn gezicht. Mijn voorhoofd doe ik vaak alleen een beetje hier. En op mijn neus doe ik het eigenlijk ook nooit. Omdat ik nu sproet heb en dat vind ik wel heel erg leuk. Dus die wil ik gewoon lekker laten zitten. En niet gaan bedekken met een laag foundation. En dan pak ik deze spons van Real Techniques. En daar ga ik het gewoon ermee indeppen. Ik vind het gewoon een hele fijne manier om het aan te brengen, zeg maar. Omdat er zo heel weinig product in de spons gaat zitten. En ja, ik weet het. Ik vind het gewoon heel erg chill werken. En vaak heb ik dan nog een beetje over op mijn hand. En dan ga ik daar nog een beetje overheen op de plekken die wat rooier zijn. Want ik heb altijd heel erg snel... Nou, ik heb eigenlijk altijd rode wangen van mezelf. En die wil ik een beetje bedekken. En wat ik zo mooi vind aan deze foundation is... Is dat je eigenlijk niet ziet zitten. En het heeft een hele minimale dekking. En dat is juist wat ik mooi vind. Ik hou niet van die cover. Hoe noem je dat? Echt van die cakey laag op je gezicht. Dus ja, dat vind ik wel heel erg mooi. En het is nu ook echt perfect mijn kleur. Ook een klein beetje over mijn oogleden heen. Dan ga ik iets doen wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan. Ja, ik heb het gisteren een beetje geoefend. Maar dat is een cream bronzer aanbrengen. Ik heb deze gekocht... En me laten influencen door Rosa. Ik heb hem gisteren gekocht. Ik heb er wel een beetje mee zitten spelen. Alleen ja, kan het nog niet heel erg goed. Dus ik hoop dat het goed gaat. Maar het is dus van Chanel de Soleil Ten de Chanel. En dit is dus een cream bronzer. En wat ik dus dan ga doen is ik ga gewoon ja, dat een beetje aanbrengen. Ik weet ook niet zo goed met welke kwast ik dit moet doen. Heel eerlijk gezegd. Misschien met zo'n afgesneden kwast. Oké, we gaan het gewoon proberen. Ik ga even een spiegel pakken. En ik doe het meer naar boven dan naar onder. Want ik vind het mooi als je gezicht zeg maar een soort van gelift is. En ik ga eerst gewoon een streep zetten. En dan straks ga ik het mooi vervagen. En ik had het trouwens van de week zelf eruit opgedaan. Dus ik ging dit gisteren proberen zeg maar zonder foundation als onderlaag. En je zag gewoon niks van die bronzer. Omdat mijn zelfruiner gewoon zo bruin was. Maar ja, ik heb eventjes een keertje gedoucht. Mijn gezicht goed schoongemaakt. En door die foundation heb je toch een... mooie egale onderlaag. Dus ja. Oké, dit vind ik wel mooi zo. Ik heb nog nooit zo'n mooie contour gehad. Oké, ik ga ook bij mijn voorhoofd even doen. Want die is zo groot. Als ik weet niet wat, er mag wel wat kleiners.
Ik doe het ook een beetje hier zo bij mijn slapen. Want ik ging dus gisteren allemaal video's kijken. Ook van Dylan, zeg maar. Die vrouw die Monica Geuze er make-up had gedaan bij Love Island. En die zei dus als je hier bronzer doet, dan lijkt het alsof je gezicht zo gelift is. Dus ja, dan doen we dat maar, hè. Een klein beetje. Hier ook. Nu ga ik het een beetje uitvegen. Gewoon met dezelfde kwast. En het klinkt nu echt alsof ik hier ziek veel verstand van heb. Maar dat ja, is helaas niet zo. Ik moet deze video ook echt niet kijken als je allemaal tips hoopt te krijgen. Because. Ja. Dan kan je beter gewoon echt een iemand anders opzoeken. Maar ik vind het zo denk ik op zich wel. Ja, ik kan het niet zo goed zien. Maar ja, het is denk ik wel oké zo. En anders moet Rosa me zo meteen maar even waarschuwen dat het er niet uitziet. Dan ga ik door met de concealer. En de concealer die ik altijd gebruik is de Fit Me Concealer van Maybelline. En ik heb deze in de kleur 20. En deze gebruik ik voor onder mijn ogen. En ja, voor de rest van mijn gezicht gebruik ik dat eigenlijk niet, concealer. Doet wel nog een beetje hier aan het uiteinde. Zodat het een beetje oplicht, zodat het lijkt alsof je van die mooie ogen hebt. En dat ga ik gewoon, ja, vervagen met mijn vinger. Dat vind ik het fijnste werken. En dan als ik hem met mijn vinger heb ingeblend, pak ik nog eventjes de spons. En ga ik er nog een beetje overheen, zodat het een beetje overloopt, zeg maar, naar de foundation. Ook nog een beetje over die bronzer heen. Dan ga ik eigenlijk gelijk door met het afpoederen. Ik gebruik deze poeder van MAC in de kleur Medium Plus. Eerst pak ik dan deze kleine kwast zo van Real Techniques. En daarmee ga ik dan een beetje onder mijn ogen. Zodat het niet lelijk wordt. Ik vind deze poeder zo chill voor onder mijn ogen. Omdat je krijgt niet zo'n lelijk cakey effect, zeg maar. En dat vind ik echt heel erg mooi. En dan pak ik gewoon een poederkwast. Ook deze is weer van Real Techniques. En ga ik in de poeder. En ga ik gewoon een beetje over mijn gezicht heen. Niet te. Want ja, een poederlaag vind ik nooit zo heel erg mooi. Eerlijk gezegd. Maar ja, het is toch wel fijn als je make-up gewoon goed laat zitten. Dan ga ik verder met de contour. En daar gebruik ik MAC Harmony voor. Het is officieel een blush. Maar ja, volgens mij heb ik deze toen destijds gekocht door Esmee of zo. Die had hem toen. En die gebruikte hem als bronzer. En dat vond ik zo mooi. Dus die heb ik toen ook gekocht. Ik denk dat ik dit met een blush brush ga doen. Omdat ik mijn contour niet te heftig wil hebben. Ik wil niet echt een streep. Ik wil gewoon een mooie schaduw. Dus ik ga er een beetje in met mijn kwast. En ik probeer altijd mijn contour, zeg maar, meer omhoog te hebben dan meer naar beneden. Want ja, ik weet niet, ik vind het gewoon mooier. En ook dat, zeg maar, dan je contour straks heel erg mooi blend met je blush en zo. Het is niet zo goed te zien of zo, lijkt me op camera. Maar ja, ik vind het wel prima zo. Dan ga ik er nog eventjes overheen met een poederkwast. Dan pak ik een bronzer. En dat is die van MAC ook weer. En deze heet gewoon Brons. En dan pak ik deze kwast. Die is volgens mij van AliExpress of zo. En dat is zo'n wijerkwast. En die vind ik heel erg chill om dan bij mijn voorhoofd overheen te gaan. En gewoon een beetje te bronzen. Zo, dan ga ik vaak ook nog een beetje hier langs. Zo, langs die contour. En gewoon een beetje over de rest van mijn gezicht. Zo, en als je denkt, wat heb je hier voor gekke plek? Dat is geen bronzervlek of zo, maar ik heb net bij ons op de wc, als je zeg maar zo zit, dan heb je hier de wc-rolhouder. En daar heb ik zo tegenaan gezeten. Dus ik heb nu een deken in mijn voorhoofd. Echt stom, maar ja. Goed. En dan ga ik nog eventjes met de kwast eroverheen. Zodat alles, mooi blend. Dan natuurlijk highlighter. Ik gebruik deze van MAC Soft & Gentle. En dan heb ik nog zo'nzelfde Real Techniques kwast. En die gebruik ik dan weer om highlighter mee te doen, zeg maar. Pak niet te veel, want nee, ik vind te veel highlighter de laatste tijd echt niet mooi. Gewoon een heel klein beetje.
En dan pak ik weer mijn blushkwast. En deze blush van Benefit. Daar ga ik een heel klein beetje in. Want ik hou niet echt heel erg van blush altijd. Maar gewoon een klein beetje. En mijn rode wangetjes komen er sowieso al een beetje doorheen. Dus zo. Dan pak ik MAC Fix Plus. En dit is met die roze geur. Die vind ik echt heel erg lekker. En ga ik een beetje mee over mijn gezicht sprayen. Niet te veel, want ik krijg er heel benauwd van ofzo. Maar oké. Zo, en dit laat ik dan heel eventjes drogen. Zijn we eindelijk klaar met het gezicht? Dan ga ik beginnen met mijn wenkbrauwen. En met mijn wenkbrauwen ga ik vandaag niet heel erg veel doen, want ik heb ze dus laatst geverfd. En ik hou er niet meer heel erg van als mijn wenkbrauwen heel erg heftig zijn. Als je kijkt naar een video van mij van een jaar geleden, had ik zulke dikke wenkbrauwen. Pikzwart, echt, waarom heeft niemand me gewaarschuwd? Maar nu hou ik er gewoon van als ze wat natuurlijker zijn. En ik heb ze dus laatst geverfd. Dus ja, ik vind ze nu wel prima. Ik ga een klein beetje ze bijvullen. Maar ik begin met ze omhoog te borstelen. En dan pak ik het Catrice wenkbrauwsetje erbij en deze kwast van Kiko. En dan ga ik in de donkerste kleur. Heel klein beetje. En daar ga ik dan gewoon een beetje die gaatjes mee opvullen die ik zie en die ik, ja, die ik daar niet wil hebben. Vaak maak ik de uiteindes wel ietsjes voller en donkerder, omdat die op een foto vaak wegvallen. Dan borstel ik hem goed uit. Zo, en meer dan dat aan mijn wenkbrauwen doe ik eigenlijk niet. Ik ga ze nog een klein beetje uitborstelen. Ik vind ze nog iets te heftig. En dan pak ik deze wenkbrauwgel. Hij was ooit doorzichtig, is nu helemaal bruin door dat poeder. En deze is van Essence en ja, die werkt gewoon prima. Ik had mijn camera was dus uitgevallen. Maar ik heb het dus niet gehoord. Dus ik heb geen idee hoe lang die dit aan het filmen was. Ik heb echt geen idee. Ik had mijn wenkbrauwen gedaan. Met de poeder heb ik gewoon ingevuld. En daarna heb ik de wenkbrauwgel gebruikt van Essence. Daar doe ik altijd twee laagjes van op. Nu heb ik het eerste laagje gedaan. Ga ik eventjes mijn wimpers doen en doe ik het tweede laagje. Want dan blijft het gewoon net iets beter zitten. Ik ga nu verder met het oogpotloodje van Essence. En daar zet ik een heel klein lijntje aan, ja, mijn bovenkant bij mijn ogen. Zet ik erbij. Daarmee. I don't know. Zodat je wimpers gewoon iets voller lijken. Ik trek hem niet helemaal tot hierdoor. Een beetje tot, ja, 3/4 van mijn ogen eigenlijk. En dan iets wat ik eigenlijk pas 3 dagen doe, maar echt heel erg chill vind. Is een lash primer gebruiken. Deze is van Smashbox. En die heb ik echt al best wel lang. Maar ik zag het toen een keertje in een video van iemand. En toen dacht ik, ik heb ook zoiets liggen. Laat ik het ook proberen. En ik vind het echt heel erg fijn werken. Dit is dus een witte mascara. En die duw je dus eerst op. En dan daarna je eigen mascara. En daardoor lijken je wimpers dus langer en voller. En ja, ik vind het echt heel erg fijn werken. Dan pak ik weer mijn wenkbrauwgel. En ga ik het tweede laagje over mijn wenkbrauwen heen doen. Vind ik gewoon net even iets mooier. En het blijft gewoon net wat beter zitten. Door deze wenkbrauwgel worden mijn haartjes lijkt wel ook een stukje donkerder of zo. En vooral als ik twee lagen doe. En dat vind ik dus heel erg mooi als je haartjes donkerder zijn dan bijvoorbeeld de poeder die je gebruikt. Dus dat. En dan pak ik mijn mascara en ga ik mijn mascara opdoen. Ik gebruik de Maybelline New Rocket Volume Express Mascara. In de zwarte kleur. Dan pak ik eventjes een wattenstaafje, want ik knoei eigenlijk altijd met mijn wimpers doen. Boven mijn ogen, dus dat hou ik nog eventjes weg. En wat ik dan nog soms als laatste doe, is ik pak de highlighter, ga erin met mijn pink en dan doe ik het hier in mijn binnenste ooghoek. Dan doe ik nog wat lippenbalsem op. Boeit me eigenlijk nooit zo erg voor welke, maar ik vind het gewoon lekker om lippenbalsem op te hebben. En dan zit mijn make-up erop en dan gaan we verder naar de spiegel. Want dan ga ik mijn haar doen. Zo, en dan is de make-up klaar. Ik draag nooit zoveel make-up. Als ik naar school ga of naar vriendinnen ga, echt nooit. Alleen als ik foto's ga maken en soms als ik uit ga, doe ik ook wel wat meer op. Maar dit is echt de look, zeg maar, voor als ik foto's ga maken. Gewoon neutrale basis, zeg maar. En gewoon, ja, ik weet niet. We gaan nu mijn haar verder doen, want dat is natuurlijk een beetje uitgezakt gisteren. Dus daar gaan we nu mee verder. Maar dan moeten we eventjes verplaatsen naar de spiegel, want daar zit een stopcontact. De krultang die ik gebruik om mijn haar te krullen is deze van T3. Ik heb deze toen een keertje opgestuurd gekregen. Echt bizar chille krultang, hè. Ik heb hem nu een jaartje of zo, denk ik. Hij is nu aan het opwarmen. Hij is
bijna klaar, dat kan je niet zien. Maar dit is dus één krulroom met verschillende opzetstukken. Ik heb een hele dikke, een middelste en nog een kleine, maar die ligt in de la. Ik ga nu deze gebruiken. En er zit een klep bij, maar die gebruik ik zelf niet. Ik ga laten zien hoe ik het wel gebruik. Ik heb natuurlijk gisteren eigenlijk al een beetje mijn haar gekruld. Maar wat ik gewoon doe, ik verdeel het gewoon in tweeën. En ik pak gewoon plukken, krul ik en ja, ik gooi het naar achter. Niet heel bijzonder allemaal. Dat draai ik er gewoon zo omheen. En dat laat ik even zitten. Een paar seconden en dan is het alweer klaar eigenlijk. Als je het er zeg maar zo omheen draait, vind ik de krullen mooier worden dan dat je het met de klep doet. Want wanneer je het met de klep doet, krijg je echt van die hele erge pijpenkrullen. En nu krijg je gewoon dit. Ja, het zakt bij mij best wel snel uit. Maar dat is juist de bedoeling, want ik vind van die uitgezakte krullen juist het mooist. Maar ja. En ik heb trouwens gisteren al heat protector in mijn haar gedaan. Dus als je denkt van, moet je dat er niet in doen? Dat had ik gisteren al gedaan. Zo, en dan is deze kant klaar. Ik hou er nooit zo heel erg van. Dus als het echt van die heftige krullen zijn. Misschien vind ik dit zelfs al wel een beetje te heftig, maar het straks zakt straks natuurlijk nog uit. Nog even een plukje erboven. Zo. Oh, ik zie hier nog een pluk die niet echt gekruld is. En we gaan straks ook op de, we gaan zo meteen ook op de scooter naar de stad, de plek waar we foto's gaan maken. Dus dan wordt het ook altijd nog wel wat minder door de wind. Zo. En dan de andere kant, die vind ik altijd het lastigst. Omdat ik wil mijn krullen altijd wel naar buiten draaien. Dus dan moet je hem natuurlijk op een andere manier gaan vasthouden. Namelijk zo. Er zullen echt vast wel betere manieren zijn om je haar te krullen. Met de helft vastzetten en bla bla. Maar ik hou er gewoon als het. Ik hou er gewoon van de laatste tijd als het gewoon niet zo perfect zit. En gewoon een beetje rommelig en messy en zo. Dus vandaar dat ik het gewoon een beetje kriskras door elkaar heen doe. Want ik vind dat gewoon een mooier resultaat geven en gewoon een mooier effect. Zo, en dan zit het nu wel prima eigenlijk. En dan ga ik er gewoon een beetje doorheen met mijn vingers. En dan, kijk, het is nu al wel wat uitgezakt. Maar ik vind het mooier als het straks nog meer uitgezakt is. Zodat je gewoon echt een beetje een slag hebt. Dus ja. Dit is dan hoe ik me klaarmaak om foto's te maken. Ik hoop dat jullie het een leuk video vonden. Laat zeker weten wat voor Get Ready With Me versie jullie nog meer willen zien. Misschien Get Ready With Me voor school. Of weet ik veel wat nog anders. Maar ja, dit vond ik wel leuk. Alleen nog een beetje volumepoeder zo meteen in mijn haar doen, denk ik. Maar dit was dan de video. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.